Boudemeerdijk, lekker vol. Een sfeervol ontvangst. En twee ploegen die weliswaar een zeer bepaalde speler moeten missen, maar waarbij nog steeds zeer veel voetballend vermogen op het veld staat. Met een Nijmegenaar als belangrijke schakel bij Emmen, Romani. Nou, Mezouri die natuurlijk belangrijk was in de vorige wedstrijd met zijn doelpunt en toen ook zeer goed speelde. Geen Diemers, achterin geen wijzigingen. Met de Wierik, Araujo, Veldmaat en Burnett. Romani verhuist dus naar het centrum. En dan komt er een plekje vrij voor Pouchouari aan de rechterkant. Om samen met Antonis daar ook Zivkovic te ondersteunen. En bij NEC dus een paar wijzigingen. Marquez ontbreekt door de schorsing. Daardoor Kramer achterin. De afwezigheid van Tanane veel besproken al. Maar kijk eens naar dat middenveld dat er nu ook zonder Tanane staat. Proper met Son Schöne. Dat is ook puur voetbal natuurlijk. Dat zijn geen slopers. En dan voorin Sissoko, Di Mata en Tafsan. Dat zijn zes mensen die, zou je zeggen, is dat die vooral aanvallend denken. Hier is Di Mata weg met wellicht een eerste kans voor NEC. Hij krijgt de bal niet lekker mee. Sissoko. Proper. Di Mata kiest positie voor het doel. Sissoko zoekt zijn tegenstander maar eens op. Krijgt hem goed voor het doel. En dan is Metson daar. En de redding. Net een klein beetje hulp van de paal. Net genoeg van der Hart. Maar wat een ruimte krijgt Metson daar om uit te halen. Antoons. Sterk. Zivkovic denk ik buitenspel. Mag voorlopig door. Zivkovic maakt hem. De vlag blijft omlaag. Er zal nog naar worden gekeken. Maar voorlopig is het 1-0 voor Emmen. Ik heb toch de indruk dat dit buitenspel is. Maar goed. Het feestje is gevierd. Het feestje mag gevierd. Hij maakt hem heel goed af. En nu is het grote wachten begonnen. Assistent scheidsrechter vlagde niet. En dan is het toch al na het al vrij snel de conclusie dat het wel buitenspel is. Bal van Schöne. Di Mata krijgt zijn voeten net niet tegen. Al doet hij een vrij spectaculaire poging nog daartoe. Araujo, Antonissen, goede opening van Araujo, Antonissen, wat wild. Proper, Tafsan. Oh, Schöne laat lopen, maar dat was dan voor Pouchouari, Zivkovic. Oh, fijn balletje op Antonissen. Maar die krijgt zijn voeten niet goed tegen. Dan wordt het een fijne paas. Maar is het contact niet voldoende op zitten ze te kloppen. Wel met Soedi. Hij gaat een voorzet. De kop al voor langs van de Wierik. Het is misschien wel een voorzet op Zivkovic. In plaats van dat hij hem zelf inkomt. Roper, Van Rooij. Araujo opgevangen, El Karouani. Schot geblokt, Metson. Geen tijd om te draaien of uit te halen, Sissoko. Vindt wel de ruimte voor het schot, maar vindt niet het doel. Bal komt aan bij Sissoko.
Met ons even de man in de punt van de aanval. Sissoko. Di Mata. Caruani. Wil steeds die dreiging van de NEC. Maar tot een hele grote kans komt er te weinig. Nu is die kans daar wel. Maar krijgt met soms een hoofd niet tegen de bal. En we konden het nog net verdedigen. Verzat. Wordt verlengd. Dan Sissoko. Dan Di Mata. Van de lijn gehaald. Maar is dat met de arm gebeurd? Dat claimt NEC. Het zijn die momenten die een hele wedstrijd kunnen bepalen. Di Mata haalt uit. Nee, niks aan de hand. Van Rooij ver. Di Mata niet, Veldmaten wel. Schöne. Nog eens Van Rooij. Thomassen doet zijn verdedigende werk in ieder geval wel goed. Al laat hij zich hier kloppen en Van der Hart heeft een korte hoek. En daar krijgt Van Rooij hem dus niet in. Veldmaten laat zich een beetje verrassen daar. Tafsan. Tafsan nog eens opzoeken. En dan met zijn linker vindt hij toch wel een serieuze schietkans. Maar is het schot uiteindelijk niet goed genoeg? Hij is heel boos. Echt heel boos. We gaan even naar Tafsan toe. Daar heb ik er minder van gediend. Hij is echt, echt boos. Vriendelijkheid even ver te zoeken bij NEC. Ophouden, joh. Is volgens mij de boodschap richting Di Mata. Schöne. Lekker neergelegd en dat is hij daar toch, zou je zeggen. Maar glijdt Di Mata hem net naast. Open. Antonissen. 1. En een overtreding van Van Rooij. Vijf inlopende mensen van Emmen. Ineens geprobeerd. Caruani, handig. Di Mata nog een keer breed. En Metson. Metson. Daar is Di Mata, maar weer geen doelpunt. Voor NEC. En een uur voetballen. Een uur waarin NEC het grootste gedeelte toch echt duidelijk sterker is geweest. Nog altijd 0-0. Inlopen, vrij trappen. Sender. Oh. Ja. Sivkovic moet oppassen en laat zich hier uit frustratie eventjes gelden. Dan gaat Lukini hier ook nog geel krijgen voor protesteren. Hij fluit zeker niet voor NEC, voor Emmen partijdig. Geen sprake van. Gaat eerst terug naar Di Mata. En dan een andere kant naar Moussaba. Kan Metson zich voor het doel melden samen met Tafsan. Samen met El Karouani. Nou, Moussaba, aardige eerste actie. En dan is daar weer Di Mata met de kans. Maar kansen en scoren, het zijn twee compleet verschillende dingen vandaag bij NEC. Veendorp. Voorzet Bouchouari, Romani en Sillissen. Oh, wat een kans. Romani.
Antonissen zou je zeggen. Toch echt af en toe wel wat ruimte nu voor Emmen. Schot van Antonissen, nog net Sillissen. Darvalou. Och, Veendorp met een Zidane pirouette. Moet niet gekker worden. Veendorp, ja. Het moet inderdaad niet gekker worden. Als hij deze maakt, het is weer een tijdje geleden dat hij had gescoord in de Eredivisie. Als hij het op deze manier doet, om de wedstrijd tegen NEC te winnen, dan wordt met z'n allen toch een vrij krankzinnige middag. Araujo, snel. Naar Zivkovic. Laat die Sanis naar hem toe. Er wordt wat vastgehouden. Het spel mag door. Antonissen. Veendorp. Er staan er twee voor het doel te wachten op de voorzet. Ter Wierik moet hem dan terug zien te koppen. Dat terugkoppen lukt niet. Tot bij een ploeggenoot. Moussaba. Pekt ook Karouani. Veendorp kopt weg. Kramer brengt in. Dirkse kopt. Veendorp kopt niet. Bruin. El Karouani. Araujo. Schöne. Dat is het lekker uit al. Maar de buitenkant van de paal. Hij pakt hem heel lekker. Hij drukt hem goed. Maar ook deze gaat er niet in. Ja. Het eindigt in 0-0. Voorafgaand aan dit duel zou je zeggen dat is te weinig voor Emmen. Met het programma dat ze hebben. Maar als je de wedstrijd hebt gezien zullen ze het punt koesteren. Want NEC was de betere vandaag. De veel betere. Kreeg de meeste kansen, de beste kansen, de grootste kansen. Maar scoorde niet.